goedemorgen allemaal. Zondagochtend, 21 juli. Ik zit hier in Huizen, ben ik hier. Ik had eigenlijk al verwacht om in Den Haag te zijn. Dat was natuurlijk het originele plan, was dat. Dat ik van 's ochtends vroeg al in Den Haag zou zijn samen met Loes. Maar ik zit hier in Huizen. Ik heb echt gekozen voor plan C. Plan A was naar het Malieveld gaan. Plan B was een fietstocht organiseren met een hele grote vlag van voorvrijheid.nu en die te planten op het Malieveld. Maar ik heb toch gekozen voor plan C. En plan C is voor mij dat ik me vandaag verbonden heb en contact heb gezocht met een goede vriend, ondanks dat ik hem nog nooit eerder gezien heb. Nikos, echt super, super blij en dankbaar dat je hier bent. Ik ook. Ik geloof zo erg in, ik geloof echt in verandering. En ik geloof dat die verandering echt van binnenuit kan komen bij ons allemaal. Vandaag is de dag dat de eenheid die ik hoopte te gaan vieren op het Malieveld, die is niet op het Malieveld. Maar dat betekent niet dat die eenheid vandaag niet kan plaatsvinden. En het was wel bijzonder dat... Wij zaten hier net. Er kwam een man aan fietsen met een klimaatoptimist shirt, een shirt van Jensen. En ik voelde dat die man heeft gewoon hetzelfde verlangen als wat ik heb. En het verlangen is gewoon om gewoon vrijheid te ervaren. En innerlijk voel ik... Welkom in Den Haag als u later bent ingeschakeld bij de demonstratie tegen de lockdown. Tegen wat mensen roepen, dus zeggen, de waanzin tegen de coronamaatregelen. We waren heel lang op het Malieveld vertegenwoordigd met een paar duizend mensen. En nu gaat een grote groep onder leiding van een, voetballiefhebber zijn. Voetballiefhebber zijn. En dat we op vrijdag door de NOS werden gebeld, omdat zij het al eerder wisten dan wij. Dus dit willen we gewoon uitzoeken. Ik heb hier heel veel vragen bij. Ik heb al allerlei artikelen van de media online gezet. Mensen, en nu gaat een grote groep onder leiding van een, voetballiefhebber zijn.
Het lijkt erop of het echt gecoördineerd is. Ik wil ook in contact komen met de voetbalsupporters die daar waren en die zijn uitgelokt. Dat laten de videobeelden ook wel zien. Dat zeker niet op rellen werd uitgegaan. Er zijn wat, zoals je laten zien, wat rood bommetjes. Maar voor de rest is het tot nu toe in ieder geval nog vrij rustig. Ja, nee, nogmaals, Forum voor Democratie heeft ons uitgenodigd om ons verhaal te komen doen. En dat willen we met elke politieke partij doen. Wij maken geen verbond. We zijn in die zin apolitiek. We zijn een drukgroep. We willen de waarheid boven water. Persoonlijk heb ik ook geen enkele politieke partij waar ik bij zou willen horen op dit moment. En Willem Engel, een van de mensen die wij achter de schermen steunen, de mensen die in strijd zijn tegen de absurde directeur, die heeft stelling dit nieuwe initiatief om een nieuwe politiek te starten in Groep Nederland. ON. Om het geluid diverser te maken, om het echte verhaal te vertellen en om de publieke omroep weer van ons allemaal te maken. Steun hen ook. Maar die veld vertegenwoordigt een paar duizend mensen en nu gaat een grote groep onder leiding van een... Ik zal er wel voetballiefhebber zijn. Dat er zoveel mensen naar het Malieveld gingen. Dat zoveel mensen getrotseerd hebben dat eigenlijk met de consequenties zouden gebeuren. En dat de mensen daar echt een feest van gingen maken. Vond ik echt bijzonder. Ik reed met Loes samen naar de studio toe waar alles werd opgenomen. Waar de online stream werd opgenomen. En ik zag al, en iedereen die eraan deelgenomen heeft, vind ik echt gewoon dankbaar zijn voor het feit dat die beelden gewoon vastgelegd zijn. Dat die beelden gedeeld zijn en dat iedereen... Yes, daar ben ik weer. Slecht bereiken hier. Sommige mensen zouden het dank dat hier gewoon beelden zijn vastgelegd. Dank voor al die foto's die er zijn. Er zag echt een prachtige foto voorbij komen van een politieauto die helemaal onder de bloemen zat. En ik kon het niet laten om met mijn contactpersoon Dick van de politie, met wie ik heb veel op geschakeld. In de afgelopen week. Ik moest hem gewoon die foto toesturen. En ik vond hem ook echt symbool voor datgene wat we eigenlijk aan het doen zijn. De politie is daarin niet eigenlijk onze vijand. Dat is het gewoon niet. Zo zou het ook niet mogen benaderen. Met. Dat vond ik echt bijzonder. Ik reed met Loes samen naar de studio toe waar alles werd opgenomen. Waar de stream werd opgenomen. En ik zag al... Het feest is in volle gang. Fantastisch wat er allemaal gebeurt. Ik wil nog even in het bijzonder de politie bedanken. Dat ze hebben gesnapt dat we niet komen om te rellen. En dat ze met ons zijn. En dat ze het heel erg netjes houden. Dus probeer ook niet te provoceren. Daar gaat vandaag niet over. We hebben alle tijd, mensen. Want de nieuwe vrijheid is aangebroken. En natuurlijk is er nog wel een beetje weerstand tegen. Maar die weerstand die verdwijnt als sneeuw voor de zon. Alle bloemen die worden neergelegd. Alle vlaggen die half stok hangen.
En ja, naast dat we moeten opletten dat we ook niet zelf geprovoceerd worden, denk ik dat het ook belangrijk is om heel goed naar social media te blijven kijken. En vooral de normale, de mainstream media. Ja, kijk, dat mensen demonstreren is een groot goed, maar je moet je wel aan de aanwijzingen houden. En het probleem hier was natuurlijk dat die demonstratie, maar goed, ik heb ook niet meer dan ik op tv zag hoor, verder geen informatie. Maar die leek een beetje ook misbruikt te worden door een aantal doorgesnoven hooligans. Ja, en die inhoud dan, hè, dat mensen zeggen van ja, we willen meer vrijheden, meer versoepelingen. Ja, hoe kijkt u daarnaar? Nou, die wil ik ook. Ja, komen die woensdag ook? Ik ben met ze eens. Maar ja, daar ging het er niet om. Volgens mij gaat het helemaal 1,5 meter bijvoorbeeld. Ja. En die gaat woensdag niet weg. Nee. Het feit dat we zo weinig besmetting hebben, komt door die 1,5 meter. En dat we op vrijdag door de NOS werden gebeld, omdat zij het al eerder wisten dan wij. Dus, onder leiding van een, het zullen wel voetballiefhebbers zijn. Richting centrum. Ik wil ook in contact komen met de voetbalsupporters die daar waren en die zijn uitgelokt. Dat laat ik. Hier was natuurlijk dat die demonstratie, maar goed, ik heb ook niet meer dan ik op tv zag hoor, verder geen informatie. Maar die leek een beetje ook misbruikt te worden door een aantal doorgesnoven hooligans. Ja. Deze beweging gaat ook gewoon over iets. We hebben gewoon hetzelfde verlangen allemaal van binnen. Daarom was ik ook geraakt toen ik vanochtend in Huizen zat en daar de bloemen neerlegde. Daar met Nikos, die ging zingen. En daar een man echt in zijn klimaatoptimist t-shirt aankwam. Dat ik zo geraakt was, omdat ik dacht, ja, die man voelt van binnen hetzelfde als ik. Alleen we spelen gewoon een andere rol in dit theaterstuk.